is altijd een genoegen om u te mogen begroeten vanuit deze tempel. Het Wembley Stadium, waar een aantrekkelijke wedstrijd op het programma staat. Samen met collega-commentator Jeroen Guter zal ik vandaag voor tekst en uitleg zorgen bij deze wedstrijd. De wedstrijd waar we vandaag naar gaan kijken zou wel eens een hele bijzondere ervaring kunnen opleveren. Want vandaag worden alle spelregels overboord gegooid. Alles mag. Het is Engeland dat het opneemt tegen Spanje. Nog even resumeren. Als ik het goed begrijp, zie je het, loopt de scheidsrechter eigenlijk voor spek en bonen in het veld. Dat is wel apart. Voor ons Nederlanders is natuurlijk het oude Wembley het stadion van Fanny Blankers-Koen. 4 keer goud op de Spelen van 1948. Het WK 1966. En is er eigenlijk al geschiedenis geschreven in het nieuwe Wembley, dat tientallen meters van het oude opnieuw is opgebouwd. Ja, nou, dat duurt natuurlijk wel, hè. Er kleeft nog lang niet zoveel historie aan het oude Wembley. Maar het is een gigantisch stadion. Ik moet zeggen, het heeft ook wel iets speciaals, hoor. De wedstrijd is begonnen. Eens kijken wat ze gaan doen. Hij komt dichterbij en zo. En een schot. Hij pakt hem. Naar het midden. Hij schiet de bal. Keeper redt en het spel gaat door. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Aangeraakt nog door de tegenpartij. Dus een hoekschop. De bal komt voor het doel. Weinig probleem voor de doelman bij dat afstandsschot. Nolito. Alle ruimte op de flank. Voorzet in de maak. De doelman beukt die voorzet weg. Eroverheen in de loop. En hij is er door. Niet veilig. Nog de kans. Van dichtbij ingeschoten. En dan die redding. Haha, mooie reflectie. Wow, hij moest heel snel reageren. Maar dat deed hij fantastisch. In het midden van de 16. Hier houden ze niets aan over. Gewoon opnieuw proberen. En weer de druk op de bal. Schot. Ja, goal. Het is het openingsdoelpunt van het duel. En zo lang zijn we nog niet bezig.
Ja, hier valt voor de doelman natuurlijk geen enkele eer meer te behalen. Van dichtbij kan de speler erin werken. En zo'n kans laat hij natuurlijk niet liggen. De score is geopend. Het is 1-0. Seji Samper. Hij rukt op richting tegenstander. Roberto Soldado. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Kan er hiervoor gevaar zorgen. En hij komt eruit met de bal. Gevaarlijke boogbal in de loop gespeeld. Die is voor de doelman. Denis Suarez. Vervolgt zijn weg naar het doel. De voorzet komt niet aan. Er zit een verdediger tussen. Hier nog eens de beelden van het doelpunt waarmee ze de leiding pakten. Hij ontvangt de bal daar in het 16 meter gebied en neemt hem in één keer. En vindt dan de hoek. Mooie goal. Komt de hoekschop in het midden. De verdediging werkt die bal goed weg. Nolito. Daar gaat het balbezit. Kiepertje, wat doe je nou? Hij levert de bal gewoon in bij de tegenstander. Die steekbal is gevaarlijk. Zo, schot op de paal, bal terug in het veld. Kunnen ze profiteren van deze pass? En nu voorgeven. Nou, wat kan hij hiermee? Hij komt eruit om die bal te pakken. Ja, die speler blijft verbijsterd achter, want wat scheelt het? Nou ja, dan komt de bal tegen de aluminium. En zodoende nog altijd die krappe voorsprong. Nog altijd is er niets beslist. En nu wordt het oppassen. Trekker overgehaald en een schitterende stoekduik van de doelman. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Maakt de sliding en raakt de bal in de lucht. Ze graven zich daarin en wachten tot de tegenstander komt. Schiet! De keeper pakt hem. Hoekschop wordt voorgegeven. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Dit kan maar eens een kans opleveren. Die sliding mist zijn doel. Hij weet de paas te onderscheppen. Goed opgelet. Nolito. Goed verdedigd, maar wel een inworp. Seji Samper. Daar stoopt hij op aan de zijkant. Voor een voorzet. Gevaar is geweken. De bal is weg. Onderschepping van de bal op de vleugel. Een miserabele voorzet. Zo in de handen van de doelman. Een kans op een counter. Hij pakt de bal en begint een uitbraak. Midden voor het doel gegeven. Onder druk heeft hij de bal.
Sergi Samper. Hij zit er goed tussen bij die pas. Denis Suarez. Alberto Moreno. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Maar er komt hulp aan. Ze leveren de bal in. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Toch de schietkans. En er gaat er weer één in. Och, wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander om er ook eens iets tegenover te stellen. Tja, ze hadden zoveel ruimte en konden met z'n tweeën rustig de keeper uitspelen. In zo'n geval is het belangrijk om het overzicht te bewaren. Ja, dat ging ze prima af. Sergi Samper. Pedro Alcalá. Roberto Soldado. Sergi Samper. Komt steeds meer naar voren. De keeper houdt die bal tegen. Hachelijke situatie voor de keeper. Wat doet hij nu? Ik heb een blackout. Nee, hij heeft een blackout. Gewoon ingeleverd die bal. Mooi afgeschermd die bal. Die doelman moet opletten. Pakt de bal goed af. Ze geven de bal weg. Er is een medespeler in de buurt. Gaat dit wat worden? Wat een geweldige verdedigende actie. En opnieuw laat hij een mooie paas zien. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Sergi Samper. Roberto Soldado. Zou wel eens wat kunnen worden. Roberto Soldado. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. De aanvaller laat zich zakken om zich zo aanspeelbaar te maken. Alberto Moreno. Denis Suarez. Ze kijken nu of er ergens een opening in die verdediging valt. Wat doe je nou? En levert de bal gewoon in bij de tegenstander. Zijn pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. En nu snel schakelen voor de counter. Niet veilig, maar toch de kans. En die bal vliegt binnen. Het lijkt misschien makkelijk om deze bal erin te schieten. En ja, dat is het eigenlijk ook voor deze afstand. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Dan schiet hij wel zo naar de tegenstander. Wat een gepruts van die doelman, zeg. Deze aanval ziet er veelbelovend uit.
Denis Suarez. Hij raakt die bal vol. Wat een knal, zeg. Ja, en hij gaat maar net naast, hè. Anders was het een doelpunt geweest. Goed gezien, mooi uitgevoerd. Hoge steekpaas. Goed geanticipeerd op die bal. De doelman verdedigt zijn doel. Ja, daar is hij voor, hè. Ze hebben een abonnement op hoekschoppen. Hoekschop in het centrum geplaatst. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Moeten ze profiteren van deze pass? Niet meer in balbezit na die ingreep. Alberto Moreno, Denis Suarez. Het is nog niet helemaal gedaan. 4 minuten extra speeltijd. Oh, weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Denis Suarez zet verder door. Dit kan maar eens een kans opleveren. Ze leveren de bal in. Ja, nu kan er een counter komen. Nee. Ze slagen er niet in die counter af te maken. De bal wordt ingelegd. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Geweldig doelpunt, echt. Kijk eens hoe die bal mooi wordt rondgespeeld. En hoe ze hem dan vrij spelen voor de keeper. Knappe aanval. Er wordt goed opgebouwd. En dan maken ze de kans af. Die herhaling laat nog eens zien hoe formidabel die voorzet van links gegeven wordt. Ja, maar deze speler heeft ook de reputatie natuurlijk dat hij dit soort dingen kan. Hier in de herhaling. Die voorzet waaruit gescoord wordt. Ja, het is natuurlijk heel lekker uithalen, hè, als de bal zo op maat gegeven wordt. De wedstrijd is al in de eerste helft beslist, lijkt me. Kijk eens naar die voorsprong. Pedro Alcalá. En daar fluit de scheidsrechter voor de rust in deze vriendschappelijk interland. Ik had wel een krachtsverschil verwacht. Maar deze slachting, dat had ik niet zien aankomen. Daar zie je het. Ik weet niet wat ik zie. Dit is zo'n wedstrijd die doet me denken aan de halve finale van het WK 2014. Brazilië-Duitsland, weet je nog? 1-7. En weer de druk op de bal. Hier is de aftrap voor de tweede helft. Bij een tussenstand die de krachtsverhouding goed weergeeft. Daar gaat het balbezit. Hij komt dichter in de buurt van het 16 meter gebied. Ja, mooi gedaan, zeg! De bal komt voor in het 16 meter gebied. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Nou, wat kan hij hiermee? Zo, wat een boeien, zeg. Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg, hoor. En nu wordt het oppassen. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Nolito.
Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Toch de schietkans. En dat is een mooi doelpunt. Een afgemeten voorzet is een dodelijk wapen. Dat blijkt nu ook weer. De aanval verliep goed en uiteindelijk belandt de bal in het net. Nog een keer kijken naar die schitterende voorzet. Ja, prachtig op maat gegeven en daardoor leidt het tot een doelpunt. En die bal wordt lekker op de pantoffel genomen, zien we hier nogmaals. Ja, zie het, maar vergeet de assist niet, hè? Daar was helemaal niets mis mee. De aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0. Roberto Soldado. En start die brommer maar. Wat gaat hij hiermee doen? Hij raakt die bal vol. Wat een knal zeg. Ja, en hij gaat maar net naast. Hè. Anders was het een doelpunt geweest. Zo, deze statistieken mogen zij door. Ik ben onder de indruk. Ze vallen voortdurend aan en oké, niet elke kans kan raak zijn, maar ze hebben er ook al een paar ingeschoten. Ze leveren de bal in. Het ziet er veelbelovend uit. Kans hier. Schot raakt de paal. Terug in het veld. Een uitstekende reactie van die doelman op de kopbal. Ja, eigenlijk is er heel weinig mis met deze inzet. Het ontbreekt alleen een beetje aan geluk en dan zie je wat de gevolgen zijn. Geen goal. Roberto Soldado. Alberto Moreno. Is alweer even aan de bal. Daar stoopt hij op aan de zijkant. Voor een voorzet. De speler werkt de bal naar voren. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Een gevaarlijke voorzet, maar niemand die de bal binnenwerkt. Zou wel eens wat kunnen worden. Hier wordt echt goed gecombineerd. En het wachten is op een mogelijkheid. Nee, hard geschoten. Veel te onzuiver. Wat heeft hij daar nou in gedacht? Hij komt niet eens in de buurt van het doel. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Werkt de bal goed weg. Nolito. Denis Suarez. Roberto Soldado. De ruimte ingestuurd. Nee, dit strand hier. Een schot. Keeper, bal weg daar. Keepertje, wat doe je nou? Hij levert de bal gewoon in bij de tegenstander. Blijft goed aan de bal. Een hele belangrijke verdedigende actie. Hij geeft hem gewoon aan de aanvaller. Die doelman moet opletten. De doelman keert die inzet. Hoekschop komt voor. Oei, de verdediging heeft hier grote moeite mee. De verdediger zat er met zijn hoofd tussen. Nolito.
En ze komen weer aan de bal. Ze parkeren de bus en laten het initiatief aan de tegenstander. En weer verspelen ze de bal. Hij zit er goed tussen bij die pas. Hij laat zich terugzakken om de bal op te halen. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Komt-ie! Keeper redt en het spel gaat door. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Ze leveren de bal in. Dat moet toch lukken, deze bal. Koek, koek. Wat een heerlijk doelpunt. Mark het Orkje zegt, koek, koek. Dat hij daar zo vrij voor de doelman komt, is het resultaat van die mooie aanval over een aantal schijven. Nou, clubtopscorer zal hij niet snel worden, maar altijd leuk om als keeper je doelpuntje mee te pikken. Ja, als keeper probeer je doorgaans juist goals te voorkomen. Maar ik denk niet dat hij dit erg vindt. Wat is er nou mooier dan scoren? De aftrap wordt genomen en het staat ondertussen 6-0. Alberto Moreno. Bal gaat over de vleugel. Roberto Soldado. Wah, hij levert hem zo in met de tegenstander. Slecht gespeeld. Hij speelt hem naar de flank. Hij speelt hem laag. Ja, en die bal komt niet aan. Hij let goed op en onderschept die paas. Op weg naar het doel nu. Roberto Soldado. En nu wordt het oppassen. Oké, het doelpunt, maar het zet nog geen zoden aan de dijk. Nou, na lang aandringen is het ze eindelijk gelukt. Ze hebben die keeper weten te passeren. Ja, hij liet lange tijd geen bal door, maar dit werd zelfs hem te veel, denk ik. En bij deze aftrap is de stand 6-1. Daar is dan de pleister op de wonden. Ze gaan in elk geval niet doelpuntloos ten onder vandaag. Nee, dat is een fijne opsteker natuurlijk. Maar tegelijkertijd een schrale troost. Voor het eindresultaat maakt het helemaal niks uit. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Hij opent naar de andere kant van het veld. Wat gaat hij hiermee doen? Sterke tackle, pakt de bal af. Een kans op een counter. Die doelman moet opletten. Er is een teamgenoot in de buurt. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Ze komen weer in balbezit. De speler brengt de bal dichter naar het doel van de tegenstander. Cruciale onderschepping. Er ligt een counter op de loer. Gaat dit wat worden? In het midden van de 16. Goed gedaan van die doelman.
komt de hoekschop in het midden. Jammer. Maar hier worden ze niets wijzer van. Vitolo. Raakte onderweg een speler. Het is een inworp. Ze geven de bal weg. De wedstrijd loopt op zijn einde. En er is telkens maar één team geweest dat aanspraak maakt op de overwinning. Niet eens in de buurt van de paal. Hem direct in bij de tegenstander. Speelt de bal rechtstreeks naar de tegenpartij. Dank u. Vitolo. Dit kan wel eens een kans opleveren. In het centrum gespeeld. Een zwakke voorzet. De keeper brengt eenvoudige redding. En nu snel schakelen voor de counter. Alsnog een gevaarlijk moment. Zijn ploeg lijkt te gaan winnen. En hij heeft daar met zijn goede spel een belangrijke bijdrage aan geleverd. Er komt 4 minuten bij. Opnieuw slordig met het balbezit. Alle ruimte op de flank. Kan hij hiervoor gevaar zorgen? Dan schiet hij wel zo naar de tegenstander. Hij kan mooi doorstomen daar. Mooi moment om de bal voor te zetten. Nee, hij kopt helemaal verkeerd, alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. En nu wordt het oppassen. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Die voorzet kan eenvoudig worden verdedigd. No problem. Wilson. Hij weet de bal te ontfutselen. Soms zijn vriendschappelijke wedstrijden een beetje flauw, zo zonder zout en peper. Maar dat viel vandaag wel mee, toch? Nou, zie je, dat mag je wel zeggen. Wat een strijd, zeg. En het was niet alleen zout en peper erbij. Ik had de indruk dat er ook nog wat jalapeno's bij zaten.